traditional science education. The various aspects are taught separately. The theory at formal lectures, assignments at tutorials, plus the separate laboratory classes. But this can be done more efficiently. A new teaching concept has been devised, which brings all these aspects together, the studio course concept. Studio courses are given in a purpose-built setting, the studio classroom. Here, lectures can be given, experiments can be carried out by students individually or by the lecturer. For every student, computers are available for simulation and calculation programs or PowerPoint presentations. In short, here are all the prerequisites for an integrated course. Hier krijg ik dx, dy. Ik krijg ook een vergelijking met dx, dz. En ik krijg ook een vergelijking met dy, dz. Nou, het is natuurlijk duidelijk dat we er nou over nagedacht hebben of het positief of negatief zou zijn dat het werkcollege en hoorcollege in één middag gegeven worden. Wij dachten dat het positief was en ik ervaar het ook als zeer positief in de zin van dat ik nu een stukje college kan geven, 20 minuten, niet te lang. Dan verslapt de aandacht niet. Of parallel aan de richting van het integratieelementje, die dl. Dus overal geldt. Vervolgens gaan ze aan de slag met datzelfde materiaal en zie je eigenlijk gelijk of de studenten de moeilijkheden mee hebben en waar ze moeilijkheden mee hebben. X is echt ik zelf, en die I is I zelf en die Z is Z zelf. Ik ook bij. In ons vakgebied, zeker in het experimentele deel, moet je samenwerken. Dus ik vind het geweldig mooi dat die studenten ook al bij de practicum, bij de sommen, gewoon met z'n tweeën werken. En twee weten veel meer dan twee keer één. Niet alleen het werkcollege hebben we geïntegreerd. We hebben nu ook langzamerhand het practicum deel enigszins geïntegreerd. En dat ervaar ik eigenlijk alsnog positiever in de zin van dat natuurkunde niet een theoretische wetenschap is. Dat is helemaal gebaseerd op experimenten. En het is geweldig mooi om die experimenten, of sommigen daar natuurlijk van, ook direct te integreren in het college. Niet iemand anders geeft die de woensdag al was. Waarom staan hier die lijntjes zo? Deze ruimte die is natuurlijk speciaal gemaakt voor deze manier van college geven. Ik vind hem prettig en zeker het feit dat de studenten naar je toe kijken en niet naar een computerscherm als ze geacht worden het hoorcollege te volgen, is ongelooflijk prettig. DX. Is dat ook iedereen heel duidelijk? Dat is heel belangrijk. Dames en heren, als jullie even willen omdraaien, laat ik even iets zien van het model. Iedereen heeft het nu inmiddels af. Het voordeel van deze ruimte is dat je naast het feit dat je de leerlingen, of de studenten in dit geval, individueel kunt helpen, dat je wanneer er zich een algemeen probleem voordoet, je de groep samen kunt nemen en je dus dan voor de hele groep samen één presentatie of één oplossing kunt bieden. Handig is aan deze ruimte dat het ook uitnodigt tot samenwerken. Dus dat wanneer ik merk dat iemand vastloopt op een natuurkundig stukje bijvoorbeeld en ik weet dat iemand anders daar handig in is, dan kan ik zeggen, nou gaan ze bij die en die persoon even kijken hoe die en die dat heeft opgelost. En als je er dan nog niet uitkomt, kun je altijd mij nog vragen. Dat is het zeker. Dat is wat ik moet hebben. Ja. In het begin, ja, dan moet je, kan je in het begin ook. Het is in die zin flexibeler dat je de mogelijkheid hebt om op het moment dat het gebeurt, hè, dat het experiment wordt gedaan, op het moment dat het model wordt gemaakt, dat je dan de middelen hebt om in te grijpen waar nodig. En die heb je anders niet. We asked Education Managing Director Professor Chris van Weert about the underlying concept of the studio course. Zo gauw als je beta-onderwijs doet, dan ergens komt er wel een proef om de hoek kijken, een demonstratie, een experiment. Het basisidee van de studio course is te proberen zoveel mogelijk van die praktische ervaring ook binnen één onderwijsomgeving te brengen. We hebben ook een voorbeeld. Op het Rensselaer Polytechnic Institute in Amerika is er al een voorbeeld, er zijn verschillende voorbeelden van zulke studio classrooms gebouwd. En we zijn de afgelopen jaren daar een paar keer bezig kijken om te zien hoe dat werkt. En een van de naar onze idee zeer geslaagde voorbeelden hebben we hier zo goed mogelijk nagebouwd. Lab coordinator Paul Vlaanderen is involved in designing studio classrooms. Als je kijkt naar de situatie hier op onze universiteit en ons type onderwijs, en dan denken we even aan exacte vakken, dan lijkt mij de setting zoals men die in Amerika heeft niet altijd even ideaal.
echt een voorbeeld daar kunnen wij dan ook min of meer overnemen. Dat is die waarbij de studenten toch in min of meer rijen van tafel zitten. Vraagt de docent om centrale aandacht. Dan draaien ze zich om naar een schrijftafel, kunnen dan aantekeningen maken. En daarna kunnen ze weer terugdraaien naar het beeldscherm om verder zelfstandig te werken. Kortom, de ruimte die leent zich goed voor korte momenten van afwisselende werkvormen. Alles in de hoop om het onderwijs daarbij te stimuleren. The majority of students are enthusiastic. Het is gewoon prettig om gewoon afwisseling te hebben in de studie. Dat doen, dat hoort, moet er gewoon bij zitten. Anders dan is het heel moeilijk tot je te nemen. Het is puur theorie. En, ja. Dat gaat ook de charme verloren van zo'n studie als aardwetenschappen, vind ik. Hier kan je omdraaien en hier kan je proefjes doen, zou ik maar zeggen, zodat niet meteen de computer dreigt onder te lopen met gevaarlijke stoffen of zo. Als je even vastloopt, kan je het vragen en word je altijd verder geholpen. Dus je maakt dingen af op zo'n moment, dus je hebt het idee dat je veel meer opschiet. Dus het is efficiënter en het is prettiger werken, want ik vind het fijn om dingen af te maken. Je hebt van die gigantische amfitheaters, nou, die zijn alleen maar geschikt om te luisteren wat meneer de docent te vertellen heeft. En je hebt dan wel van die kleine klaslokaaltjes, maar de voorzieningen zijn daar veel minder. En het zijn meestal kleine donkere hokjes en ik vind het bevalt nu veel meer. Soms dan heb je wel een computermodel, maar dat is dan vrij abstract. En dan is het juist handig als je je proeven even kan laten staan achter je en echt je stoel om kan draaien en dat je dan nog eens even terug kan kijken. Dat vind ik eigenlijk wel prettig. As teaching assistant, Maartje van Meteren is involved in the Earth Sciences studio course. Het is echt een ontzettend leuk vak. De studenten zijn heel erg interactief bezig eigenlijk. En als docent heb je hier ook echt bleef heel veel plezier aan, omdat je goed kan zien hoe studenten met z'n tweeën ergens uitproberen te komen. Een proefje doen, een modelletje maken. Als docent ben je daar dan zijlangs soms bij betrokken, omdat ze dan heel even wat hulp nodig hebben. Maar voor de rest zijn ze ook heel zelfstandig daardoor bezig. Dat is echt heel prettig. How does the integrated approach impact on lesson preparation? Voor de voorbereiding ben ik denk niet meer tijd kwijt dan dat je met een hoorcollege zou moeten inruimen. Want je bent hier zo interactief bezig dat ook als je het heel even niet weet als docent, dan kan je gewoon zeggen van nou, hoe zullen we dat op gaan lossen? Je kan er veel, veel interactiever ook de vraag oplossen. De voorbereiding is in die zin anders dat je op één dag heel veel verschillende werkvormen tegelijk toepast. Dat betekent dus dat je bij je voorbereiding een stukje presentatie moet doen, een stukje experimenteren. Terwijl je in de normale werkvorm dat zou gesplitst hebben en een hoorcollege zou voorbereiden en de dag daarna een werkcollege zou begeleiden bijvoorbeeld. Dus dat je geïntegreerd bezig bent. Docenten zijn zelf opgeleid in het stramien van hoorcollege, werkcollege. En alleen om die reden al is het een grote omschakeling. En dat zie je ook bij de voorbereiding van docenten voor de Studio Classroom. Dat ze daar heel veel tijd aan besteden om dat goed te doen. En dat er ook veel steun voor nodig is om dit allemaal goed te laten functioneren. That support is given by the experts from the project Interactive Science Learning Environment. Assignments are devised with lecturers, software is developed, and learning effects are evaluated. The initial results are positive. Ik zou het zelf heel leuk gevonden hebben als ik student hier was geweest. En ik beleef er zelf ook heel veel plezier aan om hier te zitten. En ze zijn hier toch altijd allemaal weer. Ik denk als het helemaal niet leuk, geen leuk vak was, dat ze dan wel weg zouden blijven. En zouden zeggen van nou, we maken het tentamen wel. En we leveren die opdrachten wel in en dan zien we wel weer. Ja, ik zelf ervaar het zeker als een prettigere manier van college geven, zo'n geïntegreerde vorm, dan alleen maar hoorcollege. Ik heb ook een ander college, een vierde, vijfdejaars college, wat tot nu toe standaard hoorcollege is. En dat vind ik moeilijker voor mezelf, vermoeiender voor mezelf, omdat ik de hele tijd zelf aan het woord ben. En ik vind het ook moeilijker om direct door te hebben waar de echte moeilijkheden liggen dan nu is. Want nu merk ik gewoon direct waar de moeilijkheden liggen, terwijl de studenten de sommen maken. En jammer genoeg zijn er natuurlijk heel veel moeilijkheden. Maar goed, dat is er om op te lossen. The studio course concept provides new opportunities for this. It's geared to the innovations in secondary and university education as it stimulates student activity.
Lectures are combined with discussions. Assignments enforce theories. This makes the studio course a modern, interactive teaching method, which both teaching staff and students alike find enjoyable.